Het ministerie van Financiën weerspreekt alle geruchten als zou de Centrale Bank van Suriname, CBVS, de regering monetair financieren. In een persbericht van het Nationaal Informatieinstituut NII geeft het ministerie aan dat de overheidsbegroting 2017 met een tekort van 1,852 miljoen SRD is afgesloten. Dit tekort wordt echter niet gefinancierd door de Centrale Bank, zegt Financiën. Het ministerie zegt verder dat het tekort in 2017 7,3% van het bruto binnenlands product BBP bedroeg. Dit is volgens Financiën een verbetering ten opzichte van 2015 en 2016, verkregen op basis van een beheersing van de overheidsuitgaven en een lichte toename van de overheidsinkomsten. Belangrijk is ook dat de monetaire financiering definitief is stopgezet in mei 2016 op basis van een overeenkomst getekend door de minister van Financiën en CBVS-governor. Ook zijn er in 2016 en 2017 geen voorschotten opgenomen bij de CBVS. Er wordt volgens Financiën juist afgelost op de lening. Tot slot zegt het ministerie dat er geen verwarring moet ontstaan over de overheidsrekening bij de CBVS. Dat is geld van de overheid geparkeerd bij de CBVS, die haar bankier is. De overheid kan geld opnemen van de rekening om daarmee haar zaken te financieren. Dit is geen geld van de CBVS en het is ook geen monetair geld. Aldus het ministerie van Financiën in een persbericht.